Op Schiphol zijn we gestart met een pilot met twee zelfrijdende rolstoelen. Ons team begeleidt de passagier vanuit de vertrekhal door de security controle hier naar de lounge. Hier heb je een vrije keuze, of de assistent brengt u naar de gate, of u heeft een vrije keuze om plaats te nemen in deze rolstoel. Daar is het intoetsen van de gate nummer en dan is het achteroverleunen en de rolstoel brengt u naar de gate. De rolstoel is ingeprogrammeerd met een bepaalde route. Er is ook een vaste route die hij aflegt. Er is een agent aanwezig om de passagier te helpen om dat laatste stukje naar de vliegtuigstoel te begeleiden. Wanneer de passagier de rolstoel verlaat, blijft het een beetje een raar gezicht dat de rolstoel zelf en leeg terugrijdt naar zijn beginstation. Deze innovatieve rolstoel heeft ook veiligheidskenmerken. Camera's rondom die ook personen detecteren. Dus mensen die hiervoor gaan lopen, ja, daar zal de rolstoel ook bij stoppen. Excuse me, please step aside. We zien een toenamende mate van behoefte dat passagiers zelfstandig willen reizen, net als jij en ik. Als wij later wat ouder worden en moeite hebben met lange afstanden te overbruggen, kunnen dan ook de vrije keuze maken om niet begeleid te worden door een van onze assistenten, maar om plaats te nemen in deze rolstoel. Tijdens de pilot zijn er altijd medewerkers aanwezig om de passagier te assisteren. Wij zijn een van de eerste airports binnen Europa die dit faciliteert. De pilot is op dit moment in een specifiek gebied. Mocht de pilot succesvol zijn, dan zullen wij dat gebied ook gaan uitbreiden, zodat passagiers de lange afstanden kunnen gaan overbruggen. En dan gaan we kijken hoe we vanuit Schiphol dit verder in de toekomst kunnen faciliteren.